Hey, dit is Sabrine Starken. We gaan het vandaag hebben over miso. Je hebt er vast wel eens van gehoord, maar wat is het nou eigenlijk? Miso is een gefermenteerd product, gemaakt van sojabonen en komt uit Japan. Ik heb er hier drie verschillende soorten voor me liggen. De Shiro miso, de Mugi miso en de Hacho miso. Nou, wat is het verschil tussen deze drie? Dat zit hem in de ingrediënten, maar ook de duur van het fermentatieproces. Je kan miso toevoegen aan soepen, maar ook aan groenten en bonengerechten. Het is een heerlijke smaakmaker, versterkt het bloed en ondersteunt de spijsvertering. Nou, goed om te weten is dat je de miso niet moet koken. Op die manier verlies je juist die voedingsstoffen die zo gezond zijn. Mijn favoriet is de Mugi miso, gemaakt van gerst en sojabonen. En deze is minimaal 12 maanden gefermenteerd. Ik gebruik het voor in mijn misosoep in de ochtend. En de combinatie met shiitake en zeegroenten zorgen voor een heerlijk gebalanceerd geheel. En het is ook een goed soepje om je die boost te geven om 3 uur. Lekker verwarmend en ideaal voor de winter.